Goed, goedenavond allemaal. Welkom bij ons webinar Huisdelen dat we nog eens geven. Ik ben Roland Kums van Samenhuizen VZW. En ik ga jullie eerst door deze presentatie met alle wettelijke en praktische aspecten van het huisdelen meenemen. En om het iets minder saai te maken en te zorgen dat ik niet de enige ben die aan het woord is, gaan er ook tussendoor af en toe eens een polvraag lanceren waarop jullie moeten antwoorden. Voilà, ik heb iedereen gemute, zodat dat we geen achtergrondgeluiden van bij u thuis horen. Maar als er vragen zijn, die mag je gerust al stellen in de chat. En dan mijn collega Bernard is hier ook vandaag en die gaat dan wel aan mijn mouw trekken als er al een vraag is die ik kan beantwoorden, of je weet ook wanneer dat bepaalde dingen of dat die later in de presentatie eventueel nog aan bod komen. Even aan Bernard ook dat hij er wel op lette dat de mensen die in de wachtzaal nog zouden verschijnen, dat je die ook binnenlaat. Want ik ga daar nu niet meer op letten. Ja, is goed. Voilà. En we gaan beginnen met een eerste polvraag, gewoon om een idee te krijgen. Van de mensen die hier aanwezig zijn, wie deelt er nu op dit moment al een huis? Dus dat is de vraag die dat je nu op het scherm zou moeten zien. Deel je op dit moment zelf een huis? En dat is gemakkelijk. Eén iemand ja en vier nee. Voilà. Dus de meesten hebben interesse. Voilà. En de poll even wegdoen. En dan ga ik heel kort iets zeggen over onze VZW zelf, de Samenhuizen VZW. Wij bestaan sinds 2000 om alle vormen van gemeenschappelijk wonen te promoten en te ondersteunen. Dus er zijn veel meer vormen dan huisdelen alleen. Daar komen we zelfs nog wel even op terug. Wat doen wij dan? Ja, eigenlijk allerlei activiteiten organiseren. Dus de Samenhuizendag komt er als eerste aan in eind mei. Dat is een soort open deurdag van gemeenschappelijk wonen. Dus dan vragen wij aan alle woongemeenschappen om mee te doen en die dag of dat weekend mensen bij hen te ontvangen, zodat mensen een beter idee krijgen van wat het kan inhouden. We organiseren elk jaar een buitenlandse reis. Dit jaar gaan we richting Berlijn in juni, begin juni. In het najaar is er dan onze trefdag, waar dat we eigenlijk mensen meer onderling laten uitwisselen met elkaar. Iedereen die al samen huist of dat wil gaan doen. En we hebben allerlei vormingen, ook voor mensen die echt een grotere woongemeenschap willen opstarten. We hebben verschillende publicaties. En ook niet onbelangrijk is dat we toch ook een invloed proberen te hebben op het beleid. En dat doen we door verschillende zaken. We hebben een publicatie speciaal voor beleidsmakers, waarom dat gemeenschappelijk wonen ook voor hen interessant is om aandacht voor te hebben. We hebben een soort charter dat we gemeenten en steden vragen om te ondertekenen, waarmee dat ze dan eigenlijk aantonen dat ze achter de principes van gemeenschappelijk wonen staan. En we vragen dan ook om een aantal acties te ondernemen om het beter te faciliteren en zo verder. Dus dat is allemaal wat dat onze VZW doet. En voordat ik verder gaan met een beetje de verschillende types van gemeenschappelijk wonen, om daar een beetje dezelfde taal te spreken met elkaar en te laten zien wat er zoal bestaat. Wil ik eerst eens polsen naar jullie eigen favoriete term voor gemeenschappelijk wonen. En dan moet ik even zien hoe dat ik bij polvraag 2 kom. Ah, hier. En er zijn heel veel termen in omloop: huisdelen, samenhuizen, cohousing, gemeenschapshuis. En sommige mensen gebruiken nog andere termen. Wat is de term die dat jij het meest gebruikt of die favoriet is? Oké. 4. Ah, oké. Dus de meeste cohousing, één samenhuizen en één gemeenschapshuis. Heel goed. Dus dat zijn de resultaten. Oké, en dan ga ik even naar de definities, zoals dat wij ze hanteren, hè. Dus bij samenhuizen zeggen we eigenlijk van, goh, je hebt de natuurlijke traditionele wonen,
Maar je hebt ook andere vormen van wonen die meer gemeenschappelijk zijn. En al die vormen noemen wij eigenlijk samenhuizen. Dus wij gebruiken eigenlijk onze eigen naam als een soort koepelterm voor alle vormen van gemeenschappelijk wonen. En daarin onderscheiden we eigenlijk twee grote groepen. Enerzijds het co-wonen en co-housing. En anderzijds het huisdelen, wat dat sommige mensen ook gemeenschapshuis of wonen in een woongroep noemen. En wat is nu het grote verschil, is dat bij huisdelen dat je een eensgezinswoning deelt en dat je meestal privé alleen een slaapkamer of een slaapkamer en een woonkamer of een bureau hebt. En dat je het grootste deel van het huis deelt met de andere bewoners. Dus de keuken, de badkamer, de woonkamer, de tuin en zo verder. Bij co-wonen en co-housing heeft eigenlijk elk gezin, en dat kan ook een alleenstaande zijn, maar die heeft zijn eigen volledige woning of appartement, hè, met alle voorzieningen. Dus die heeft een eigen keuken, eigen badkamer. Maar die delen toch als groep ook nog een aantal voorzieningen. Dus denk aan een tuinhuis, een vergaderruimte, soms zelfs een grote eetzaal met keuken, die dat ook als feestzaal gebruikt kan worden. Of logeerkamers, dat soort dingen. Dus je ziet al, de co-housing was de populairste term, ook bij jullie, dat wij die eigenlijk niet gebruiken voor huisdelen. Omdat co-housing van oorsprong, ja, internationaal een term is die dat eerder op die types van gemeenschappelijk wonen duidt, die daar allemaal een eigen private, volledige unit hebben, met ook gemeenschappelijke delen. Maar we weten dat ondertussen, ja, co-housing is blijkbaar een goede term die daar goed in de mond ligt en die wordt ook in de media meer en meer gebruikt voor het huisdelen. Dus in deze zullen wij zelf ons eens moeten bezinnen over het taalgebruik, wat we daarmee gaan doen. Ja, en dan nog kort zo, het verschil tussen co-wonen en co-housing is eigenlijk meer dat bij co-housing de gemeenschappelijke delen nog uitgebreider zijn. Dus bij co-wonen denk aan een werkkot, een logeerruimte en eventueel een wasplaats, een kleine zaal. Terwijl bij co-housing vaak een apart gebouw is met heel veel gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een eetzaal en een keuken en zo verder. Stel dat je in een gemeenschap zou gaan wonen die echt elke dag samen eet en heel veel samen organiseert, dan spreken we eigenlijk eerder van een leefgemeenschap. Maar om redenen die je niet verbazen, is dat tegenwoordig niet zo'n heel populaire woonvorm van gemeenschappelijk wonen meer. Ja, en dan zeggen we altijd van kijk, er is eigenlijk heel veel mogelijk. En alles hangt af van verschillende factoren, waardoor dat geen enkele woongemeenschap echt op een andere lijkt. Want ja, de grootte van de groep, de leeftijden van de bewoners, hun visie, de locatie, stedelijk, landelijk, de mate waarin dat ze zaken samen doen of juist niet doen, hun eigen karakter en eigenheid of bepaalde aspecten maakt dat je eigenlijk, oh, elke woongemeenschap een eigen kleur en smaak heeft en dat die dus allemaal heel verschillend zijn eigenlijk. Een paar voorbeeldjes om een beetje een idee te hebben van wat er bestaat, ook in ons land. Dit is bijvoorbeeld Meerhem, dat was ooit een basisschool in een Gent. En die stond al een tijdje leeg en een groep heeft die gekocht en daar eigenlijk 8 woonsten in gemaakt, dus die klaslokalen. Die bovenste foto, ja, dat zijn dus woningen geworden, met een verdiep. En heel die speelplaats is een gemeenschappelijke tuin geworden van alle bewoners samen. De locatie van de conciërge, daar is een gemeenschappelijke wasplaats en een werkplaats. Daar boven mijn hoofd zie je nog het dak van de turnzaal. En dat is hun zaal waar dat ze ook ja, activiteiten kunnen organiseren of die dat ze verhuren aan de buurt. Dus dat is zo een, ja, wij noemen dat al een iets kleinere co-wonen project, hè, 8 woonsten. Wat dat die al lang bestaan in het Gentse. Gaat je naar co-housing, dan gaat je meestal ook naar wat meer woningen. Misschien geen 33, maar dit is een van de
Deense pioniersprojecten eigenlijk, hè. En ik laat die zien, niet omdat we hier in Vlaanderen geen mooie co-housings hebben, maar omdat ik daar zo'n schoon plattegrondje van heb gevonden. Dat kan laten zien hoe dat er dikwijls kan uitzien, hè. Zo een autovrije straat, de parking aan de rand, op de hoek een gemeenschappelijk gebouw dat hier in het rood is gekleurd, waar dat ook de foto achter mij te zien is eigenlijk, hè, met een groot terras met trapjes en daar is een grote eetzaal, daar is een kinderspeelzaal in, een wasplaats, noem maar op. En je ziet dat parkeren eigenlijk ook aan dat Common House gebeurt en daar zijn ook de brievenbussen, dus eigenlijk is dat echt wel de hub, de centrale plaats van die woongemeenschap. En ja, die eten dus ook een aantal keer per week. Is er de mogelijkheid om samen te eten in het Common House? Met een soort beurtensysteem om te koken. En dat is iets wat je in veel co-housings wel ziet. Met dan een heel groot deel van die tuin ook gemeenschappelijk, hè. Dus dat is een typische co-housing. En dan huisdelen is een van de meer bekende en populaire vormen van gemeenschappelijk wonen. In alle westerse landen bestaan daar wel vormen van en varianten van. En ook bij ons zijn er geen officiële cijfers, maar gewoon al op basis van de hoeveelheid zoekertjes die op onze site geplaatst worden jaarlijks, schatten wij toch dat er minstens 5.000 à 10.000 woningen zijn die zo gezamenlijk bewoond worden door een aantal mensen. Voilà. En dan zijn er een heel aantal redenen natuurlijk waarom dat mensen dat doen. Maar voordat ik daar ga overlopen, wou ik eens bij jullie polsen. Wat zijn zo bij jullie de belangrijkste redenen waarom dat je interesse hebt in huisdelen? Is dat eerder het financiële? Dat je denkt van, ah, zo kan ik misschien goedkoper wonen. Het sociale, het ecologische of nog andere. En ik heb gezorgd dat je meerdere kan aanvinken als dat nodig is. Dus. Want de vorige keer vonden mensen dat te lastig dat ze er maar één mochten kiezen. Dus. Maar het is een risico dat nu iedereen alles gaat aanvinken, natuurlijk. Maar. Ja. Nou, wacht even in de chat. Ik ga even overlopen. Dus financieel en het sociale is het meest gekozen, bijna door iedereen. Ecologisch toch ook nog wel door de helft van de mensen. En dan nog twee andere die dat ik ga moeten piepen in de chat. Qua ruimte eigenlijk om iets met een grote tuin te vinden. Eigenlijk om kwalitatief beter te wonen eigenlijk. Ja. Dat is inderdaad nog een ander aspect. Oké. Voilà. Dank jullie wel. Dat komt ongeveer wel overeen met redenen die ook in andere enquêtes die dat we al gedaan hebben terugkomen. En er is ook nog een maatschappelijk voordeel dat ik nu nog niet genoemd heb, maar je moet weten dat eigenlijk 60% van de woningen in ons land onderbenut zijn. En dat wil zeggen dat meer dan één slaapkamer leeg staat. Dus één iemand die in een huis met twee slaapkamers woont, die woning is nog niet onderbenut. Woont één iemand in een woning met drie slaapkamers, dan is die wel onderbenut. Een gezin met twee kinderen, hebben die een huis met drie slaapkamers, ça va, vier ook ça va. Hebben die twee lege slaapkamers, dan is het eigenlijk al onderbenut. Maar zo zijn er dus heel veel in ons land. Dus wij denken dat huisdelen daar een antwoord kan zijn dat we niet nieuwe huizen allemaal moeten bijbouwen, maar dat we die bestaande huizen eigenlijk nog beter kunnen benutten. En ook dus de ruimte beter kunnen gebruiken in ons krappe landje, hè. Dat sociale is zeker de meest genoemde wel. Als we zo'n enquête doen. Al moeten we dus zeggen dat sinds de crisissen van de laatste jaren dat ook dat financiële aspect wel steeds belangrijker wordt. De huizen zijn ook steeds duurder geworden om het zelf te huren. Zoals dat iemand zegt, ook weinig aanbod. Dus dat gebeurt ook wel. Dus dat zijn zo nog
allemaal argumenten. Een beetje, dat klinkt misschien wat zweverig, maar ik vind dat zelf toch ook wel een belangrijke. Ik heb zelf 10 jaar in gedeelde woningen gewoond. Zo persoonlijke groei, dat klinkt heel heftig, maar eigenlijk, je leert jezelf wel beter kennen als je zo met anderen samenwoont. Waar je niet op zich een liefdesrelatie mee hebt, maar gewoon door de strubbelingen en door de spiegels die dat je eigenlijk voorgehouden wordt. Ja, ik vind wel dat ik daar door als mens ook ben kunnen groeien. Eigenlijk. Voilà. Dat waren de voordelen. Nu gaan we aan de wettelijke aspecten beginnen. Dus dat is al iets drogere kost. Maar dat is wel ook een vaak gestelde vraag natuurlijk. Mag dat eigenlijk huisdelen? Sommige mensen denken namelijk dat dat gewoon niet mag. Die mensen kan ik al geruststellen. Het is perfect legaal om met meerdere mensen in een eensgezinswoning te wonen en u daar te domiciliëren. Dat kan. Er zijn een aantal voorwaarden. En één daarvan is, het moet in gezinsverband zijn. Dus dat wil eigenlijk zeggen van niet dat je elke dag samen moet eten en uw inkomsten samen op één rekening moet storten allemaal. Nee. Maar dat wil wel zeggen dat je eigenlijk ja, die keuken, die badkamer, de gemeenschappelijke ruimte, dat je die samen gebruikt en onderhoudt. En dat niet, bij wijze van spreken, iedereen een apart verdiep heeft met zijn eigen keuken en badkamer. Dat kan eigenlijk niet. Dus die domicilie is eigenlijk zelfs een voorwaarde om legaal met meerdere mensen een huis te delen. En je mag dus ook niet meerdere bellen en meerdere brievenbussen hangen. Nee, het blijft één adres waar dat je samen op woont. Ben je allemaal huurder, dan is het eigenlijk aan te raden dat je ook één huurovereenkomst met de eigenaar hebt en geen afzonderlijke contracten. Omdat ook afzonderlijke contracten kunnen worden aanzien als ja, een vorm van kamerwonen eigenlijk. Dat is niet toegestaan in een eensgezinswoning die daar niet voor vergund is. Wat zijn nu uw gevolgen of ja, juridische gevolgen van zo samen een woning delen? Dat is dat je wordt beschouwd als feitelijk samenwonend door de gemeente. Ik ga al direct zeggen, het is niet omdat een gemeente nu als feitelijk samenwonend beschouwt, dat je dat automatisch ook voor alle andere instanties ook bent. Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Maar voor de gemeente, als je een uittreksel gezinssamenstelling vraagt, dan staan daar alle bewoners van het adres samen op. Ja, een kleine noot is ook dat het aantal bewoners in de woning kleiner of gelijk moet zijn dan de bezettingsnorm. Als je zoekt bezettingsnorm berekenen, als je dat googelt, dan vind je een website waarop dat je voor elke woning kan gaan uitrekenen hoeveel mensen dat er legaal mogen wonen voordat die woning overbewoond is. Maar ik kan u eigenlijk al direct geruststellen. Als dat een normale woning is dan, en je hebt evenveel of minder bewoners dan het aantal slaapkamers, dan ga je nooit aan die bezettingsnorm geraken. Wat is ook belangrijk, dat is wat ik daarnet gezegd heb, het is niet toegestaan om zelf een woning te gaan splitsen in afzonderlijke autonome wooneenheden. Dus iedereen zijn eigen sanitair en kookgelegenheid geven. En al zeker niet iedereen een eigen afsluitbare deel geven van de woning, waardoor dat je uiteindelijk nog alleen een gemeenschappelijke hal overhoudt, bij wijze van spreken, dat kan niet. Dat is een overtreding op de stedenbouw. Dat is eigenlijk ze noemen dat een feitelijke opsplitsing van de woning en dat is vergunningsplichtig. We komen dat toch wel heel regelmatig tegen. Mensen die zeggen van, oh ja, we hebben dat zo gedaan. En we hebben daar een kitchenette bij gemaakt en daar, en daar, daar. Ja, nee, dat kan dus eigenlijk niet. Daar is een, nou, daarvoor moet je echt een aparte vergunning hebben.
Aniek stelt een vraag die daarmee verband houdt. Ik woon in een kamer met een eigen lavabo en kitchenette. Ik heb geen eigen douche, geen eigen kookvuur, geen ingebouwde oven, wel een eigen frigo. Ik vermoed dat dit mag. Ja, het hangt altijd van de situatie af, maar is er, is dat deel van de woning niet afsluitbaar? En wordt dat ook niet iedere keer afgesloten? Ja, dan kan dat nog wel, hè. Het is eigenlijk vooral de combinatie en eigen sanitair en een eigen kookgelegenheid. Dan wordt het al lastiger. Bij twijfel kunt je altijd gaan navragen bij de gemeente. Wat zijn nu de gevolgen van dat feitelijk samenwonen? Je woont met verschillende mensen op één adres. En een vaak gestelde vraag is dan, ja, wat dan met de belastingen? Daar kan ik iedereen geruststellen. Er zijn eigenlijk geen gevolgen qua fiscaliteit. Iedereen die feitelijk samenwoont, die blijft toch een afzonderlijke belastingsbrief invullen, een afzonderlijke aanslagbiljet ontvangen. En er zijn ook geen gevolgen. Het is niet dat er naar elkaars inkomsten wordt gekeken of dat er dingen bij elkaar zouden worden opgeteld of zo. Nee, dus dat is allemaal gescheiden. Ook voor andere zaken zoals pensioen, het persoonlijk assistentiebudget, kinderbijslag, dat soort zaken, daar heeft het feitelijk sa het samenwonen niet meteen invloed op. Wel het stukje van de zorgtoeslag voor alleenstaande ouders. Het kan zijn dat je niet meer als alleenstaande ouder wordt beschouwd en dat je dat stuk van de zorgtoeslag verliest. Wel een lastige, en dat is het stuk waar dat al iemand een vraag over stelde. Stel, je bent op dit moment een alleenstaande, je woont in een woongroep en je krijgt te maken, je verliest je werk, je krijgt een werkloosheidsuitkering of je valt ziek en je krijgt een ziekteuitkering of je staat al een hele tijd op invaliditeit en je hebt een invaliditeitsuitkering. Het is zo dat als je in een woongemeenschap woont, in één huis, dat je inderdaad automatisch als samenwonend zult worden beschouwd en dat je dus het stukje uitkering als alleenstaande, dat je dat kan verliezen. Tenzij dat je zelf actie onderneemt en kan aantonen dat je over een voldoende autonoom huishouden beschikt als alleenstaande. En dat is dus een lastige. Ah, een lastige, dat is niet heel lastig, maar dat is vooral veel papierwerk dat ze daarvoor vragen. En het verschilt ook een beetje van instantie tot instantie. Voor de werkloosheidsuitkering is het eigenlijk nog het meest eenvoudig. En dat komt omdat ze een aantal jaar geleden op de kop zijn getikt door het Hof van Cassatie. Dat er in de wet staat dat mensen met een voldoende autonoom huishouden hun uitkering als alleenstaande kunnen behouden. Dus in dat geval ga je naar je vakbond en zeg je van ja, ik deel een woning, maar ik heb toch een voldoende autonoom huishouden, ik moet dat bewijzen. En normaal, als je een fatsoenlijke vakbond hebt, dan gaan die je daarmee helpen met alle stukken die dat je daarvoor moet bezorgen. Belangrijk is dat je dat kunt aantonen. Ze vragen voor een stuk bijvoorbeeld een eigen beschrijving van het huishouden. En dan is het belangrijk dat je zegt, ja, kijk, wij delen een aantal huishoudelijke taken, die verdelen wij met een beurtensysteem. Maar ik doe mijn eigen inkopen voor mezelf. Ik kook meestal mijn eigen potjes 's avonds. Ik heb een eigen keukenkastje. Ik heb een eigen vak in de frigo. Ik betaal maandelijks zoveel voor de gemeenschappelijke kosten. En die gemeenschappelijke kosten zijn de huur, de gas, de elektriciteit, het water en het internet. Punt. Alle andere kosten zijn voor mij persoonlijk en wij zijn niet financieel solidair met elkaar. Dus dat is eigenlijk in het heel kort wat er in zo'n beschrijving kan staan. En dan is het dus wel mogelijk om een uitkering als alleenstaande in een woongroep te behouden. Idem voor de ziekte- en invaliditeitsuitkering.
Al moet ik er daar wel uit eerlijkheid bij zeggen dat er nogal een verschil zit tussen de mutualiteiten en dat de ene mutualiteit daar veel lastiger mee rond doet dan de andere. En ik kan ook geen reclame maken voor pak die mutualiteit, want daar gaat dat soepeler. Nee, want ook per regio verschilt het ook nog eens vaak van hoe dat ze daarmee omgaan of zelfs van de ambtenaar of bediende die dag te pakken hebt met uw vraag. Dus met de mutualiteit is het in principe hetzelfde. Je kan zo'n uitkering behouden en je moet het aantonen. We hebben daar ook een modelbrief voor. Dus moest je in die situatie zijn, mogen we altijd een mailtje sturen en dan bezorgen we zo'n modelbrief met de verwijzing naar alle juiste wetten en omzendbrieven en met maar wat je daar allemaal als bewijsstukken kunt bijsteken. Dan is dat te doen. Voor het leefloon hetzelfde. Daar moet je bij het lokale OCMW zijn. Ook daar zijn er ook lokaal heel veel verschillen hoe dat ze daarmee omgaan. Maar ook in die reglementeringen staat dat het eigenlijk mogelijk moet zijn. Dat een gezin kan bestaan uit verschillende huishoudens. Dus dat zijn de wettelijke aspecten. En dan gaan we naar de praktische. Ja, hoe zoekt je nu nieuwe medebewoners? Ja, of een huis. Er zijn verschillende opties. Ofwel kijk je bij onze zoekertjes of in de andere zoekkanalen zoals Facebook en zo. Welke woningen die al bestaan, die door mensen gedeeld worden en waar dat iemand vertrekt en die een nieuwe bewoner zoeken. Dat is één manier natuurlijk. Je kan ook. En dat is tegenwoordig, zeker in de grote steden, zelfs nog gemakkelijker, is dat je eigenlijk op zoek gaat naar een woning met een eigenaar die aan een groep wil verhuren. En je zoekt zelf een aantal mensen uit je omgeving of via onze zoekertjes of via andere zoekkanalen ga je op zoek naar een groepje met wie het klikt om eigenlijk samen die woning te huren. Wij raden wel aan om niet zomaar met de eerste de beste te gaan samenwonen. Om voor de hand liggende redenen misschien, maar ook om een heel evidente, dat is mensen die zet je niet zo snel uit hun woning. Zelfs als je allerlei goede redenen zou hebben om te zeggen van ja, dit lukt niet, we moeten uit elkaar. En die willen niet, ja, je krijgt iemand niet zomaar uit zijn huis gezet. Zeker niet als hij netjes de huur betaalt en eigenlijk misschien voor de rest heel weinig afspraken nakomt. Dus onder het motto beter voorkomen dan genezen raden wij toch wel aan van echt wat tijd te nemen om mensen met wie dat je wilt gaan samenwonen om goed te voelen. Maar ook al toch ja, meer dan ene keer is een babbel mee te doen om echt te kijken van zou dat kunnen klikken. En praat dan over mogelijke afspraken, hè, van hoe verdelen we de kosten, wat doen we gemeenschappelijk, wat niet. Ja, willen we een krantenabonnement samen, bij wijze van spreken, of doen we alleen het internet en de gas, elektriek, water dingen samen? Of zijn er nog zaken? Een aanrader vind ik een aparte zichtrekening voor alle kosten die met het huis te maken hebben, dat houdt het veel overzichtelijker wat er allemaal gezamenlijk betaald wordt. Maar ook goed om het toch eens te hebben over het gemeenschappelijk gebruik van spullen. Hè, wat iemand heeft een hele collectie gezelschapsspelletjes of boeken of ja, CD's zijn nu minder in trek, maar ja, kunnen die geleend worden als die in de gemeenschappelijke ruimte staat? Wat als daar schade aan komt en zo verder. Toch wel goed om het daar eens over te hebben. Zijn er misschien spullen die je samen gaat aankopen omdat ze ontbreken? Zegt van ja, we hebben echt een wasmachine nodig. Niemand wil dat privé zelf aankopen. Ja, zullen we dat dan samen aankopen? Ja. Dat is ook wel handig van daar dan ja, wel wat afspraken rond te maken wat bij vertrek. Hoe wordt dat dan geregeld? De huishoudelijke taken, ook altijd plezant om daar eens over te hebben. Hoe je dat doet, er zijn waarschijnlijk poetstaken in een beurtsysteem, maar sommige mensen hebben misschien ook nog
vaste taken en zo verder. En ook een aanrader is ja, regelmatig toch eens samenkomen. Wij deden dat vroeger, probeerden dat maandelijks. Dat lukte wel niet altijd, maar de intentie was er om maandelijks toch eens samen te eten en dan ook eens een aantal zaken te overlopen, praktisch. En ook eventueel qua ergernissen of frustraties van die ook dan uit te spreken. Ja, ik ben van een oude stempel onderhand, hè. Dus onze communicatie was een huisschrift bijvoorbeeld, waar dat ook in, die heeft gebeld en kan er iemand dan meebrengen van de winkel en zo verder. Ja, tegenwoordig natuurlijk bestaan er ook allerlei online groepjes of WhatsApp groepjes en zo verder om snel te communiceren met elkaar. Maar het is wel handig dat je daar ook afspreekt van kijk, dat is ons primaire communicaciekanaal en e-mail is backup bijvoorbeeld. En je kan zo'n afspraak ook op papier zetten. Je kan een medehuurderspact maken, waarin dat staat hoe de kosten ook verdeeld worden. Is dat gewoon per persoon of heeft dat ook met de grootte van je kamer te maken of met hoeveel dat je thuis bent? En ook die huishoudelijke afspraken, die kan je in zo'n medehuurderspact op papier zetten, zodat ze ook duidelijk zijn voor iedereen. De juridische afdwingbaarheid daarvan, dat is nog iets anders, die is niet zo heel sterk, maar het is meer voor de transparantie. Ja, een woning zoeken, stel je dat niet naar een bestaande woongroep trekt, maar echt zelf een woning, ja, dan met al die huizenprogramma's tegenwoordig op tv, dan is het wel duidelijk, zeker, je moet een zoekgebied hebben. En een lijstje maken van wat er liefst allemaal aanwezig is in die woning. Vandaag de dag is het ook zo dat je snel moet kunnen beslissen. Dus in die zin is het wel goed om al met elkaar eventueel de woningmarkt te verkennen en een aantal woningen te bezoeken. Zodat je ongeveer wel weet wat er voor welke prijs te huur is. Meestal is het toch voor huur. Zodat je ook als het goede huis zich aandient, dat je ook snel kan beslissen, omdat je weet, goh, we hebben al zoveel andere dingen gezien en dit is echt wel voor deze prijs een heel goede woning. Dus altijd wel handig om dat wat in de vingers te hebben. En dan terug even het wettelijke. En eentje die we ook heel vaak gevraagd wordt bij ons, van wat voor contract moeten we dan gebruiken? Omdat ja, woongroepen, huisdelen, cohousing, dat staat niet in de wet, hè. Dus er zijn geen aparte contracten voor. Dus we moeten het doen binnen de huidige wetgeving. En eigenlijk, ons woninghuurdecreet is nog niet zo heel lang geleden helemaal herzien. En eigenlijk zijn daar wel genoeg mogelijkheden. Met de gewone huurcontracten van bepaalde duur en onbepaalde duur kan je eigenlijk uit de voeten. En nog meer, er is eigenlijk een artikel speciaal rond medehuur in het decreet opgenomen, die ook toelaat om nieuwe huurders toe te voegen aan het contract op voorstel van de andere huurders. Dus zo word je eigenlijk allemaal medehuurder, ben je allemaal evenveel verantwoordelijk naar de verhuurder toe. En is dat ook duidelijk. Wat dat soms nog wel gebeurt, maar toch minder en minder, is de onderverhuur. Dus dat is eigenlijk één iemand die dan de woning huurt met een toestemming om onder te verhuren van de eigenaar. En dan heeft die eigenlijk nog afzonderlijke contracten met elke bewoner. Maar daar blijft dus de hoofdhuurder, dan, zo gezegd, die blijft wel alle aansprakelijkheid hebben naar de huurder toe. Als je dat doet, kan dat natuurlijk ook enkel kostendelend, omdat je anders ja, inkomsten hebt die dat je ook moet gaan aangeven bij de belastingen. Een speciaal geval is wat met een eigenaar die een grote woning heeft en daar eigenlijk wil blijven wonen, maar toch ook een aantal kamers of één kamer wil verhuren aan anderen, met wel de bedoeling om ook ja, samen te huizen. Dat kan opnieuw, dat moet
in gezinsverband op duurzame wijze. En hij mag geen aparte kamers verhuren in de zin van als hij 4 kamers heeft die vrij zijn, kan hij niet 4 verschillende contracten maken voor 4 verschillende huurders, omdat dat wordt aanzien als kamerverhuur. Waar er ook een aparte vergunning voor nodig is. En meer nog, daar moet aan veel meer kwaliteitseisen voldoen, die kamers in het kamerdecreet. Dus dat kan niet zomaar. Wat dat wel kan, is als eigenaar dat je eigenlijk 1 contract hebt nog met alle andere bewoners in het kader van huisdelen dan. Dan kan het wel, hè? Dus, maar ook hier blijft natuurlijk de regel dat je de woning niet feitelijk mag opsplitsen. Wat dat ook wel wordt gevraagd, hè, van, ja, het is een hele grote woning en ik kan eigenlijk daar een douche bij maken en ik kan daar een kitchenette in steken. En ja, eigenlijk, dat kan dus niet. Dus dat is een specialeke. Ja, het is ook wel goed als je, ja, gaat aankloppen bij een bestaande woongemeenschap of je start er zelf eentje op, van een goed financieel overzicht te maken van alle te verwachte kosten. Zodat je ongeveer weet wat je aan huur en voorschot voor die kosten kan vragen aan elke huurder, hè. Want denk niet alleen aan de huur en de nutsvoorzieningen, maar ook eventuele verzekeringen. De gemeentebelasting die dat je gaat moeten betalen, de provinciebelasting die je gaat moeten betalen. Het afval waar je tegenwoordig toch ook wel wat voor betaalt. Alle abonnementen die je nog wilt delen. Schoonmaakgerief, wc-papier, noem maar op. En ook praat ook over hoe dat die kosten verdeeld worden. Is dat gewoon gedeeld door het aantal bewoners of zijn er nog andere verdeelsleutels dat je toepast? In principe is het zo de gewoonte dat in een ja, in een woongroep dat eigenlijk mensen wel voorschotten betalen, maar dat je ook 1 keer per jaar eens echt een stand van zaken maakt om de werkelijke kosten af te rekenen, hè. Dus dat er niemand wordt daar rijker van het huisdelen. Nee, het is eigenlijk het kostendelend huisdelen. Dus je gaat ook effectief, als er, stel dat je gelukkig bent en een deel gas geld aan de gasmaatschappij terugkrijgt, ja, dan in principe gaat dat ook terug naar alle bewoners dan. Maar dat zijn wel wat kosten. Rond verzekeringen ga ik nog heel kort bij stilstaan. En dan zijn we echt wel bijna door het saaie stuk. Het is zo dat eigenlijk voor de brandverzekering, die dat meestal verplicht is in elk huurcontract, dat eigenlijk als je 1 contract hebt en er staan alle namen van de huurders op en je bent ook allemaal gedomicileerd op dat adres, dat dat eigenlijk voldoende is. Iedereen is dan ook verzekerd. Ook als je nadien nog van bewoners wisselt, ja, als je daar domicileert, dan ben je eigenlijk automatisch, stap je zogezegd mee in die brandverzekering. Dan heb je nog de niet verplichte verzekeringen, zoals de burgerlijke aansprakelijkheid. Ze vroegen zo de familiale noemde. Is niet verplicht, hè. Stel dat je dat toch neemt, ja, dan zijn er 2 opties. Stel dat je een gezamenlijke polis neemt, dan ben je als groep wel verzekerd ten aanzien van derden, maar je bent niet verzekerd van elkaar, hè. Mensen op dezelfde polis, die zijn niet verzekerd ten opzichte van elkaar. Ook als je bijvoorbeeld een inboedelverzekering gezamenlijk zou nemen en je doet schade aan elkaar, bij die filiaal, dat telt niet omdat je ja, op dezelfde polis staat. Er zijn tegenwoordig een aantal firma's die aparte verzekeringen voor huisdelen aanbieden. Je kunt die terugvinden in die via die link die hier staat. De presentatie krijg je ook nog, hè. Nog een paar opties. Wat als er iemand vertrekt uit de woning en we willen eigenlijk nog verder huren, dan kan het contract voorzien dat je zo iemand kan wisselen, hè, met toestemming van de eigenaar. Kan ook zijn dat je volgens de artikel 52 van het woninghuurdecreet dat je eigenlijk vraagt
om aan de verhuurder om eigenlijk een nieuwe huurder te mogen toevoegen aan het contract. Maar het beste is, dat gaat toch gebeuren. Ik ken geen één woongemeenschap die met allemaal bewoners samen begint en samen eindigt. Meestal zit daar een verloop op. Dus het is wel goed om dat in het contract te voorzien, op welke manier dat er kan gewisseld worden van bewoners. En dan ook nog een vraag die heel vaak gesteld wordt. Stel dat er iemand schulden heeft en de deurwaarder komt aan de deur. Ja, dat is heel lastig. De theorie is dat een deurwaarder beslag kan leggen op alle roerende goederen op het domicilieadres. Dus in theorie is dat een groot risico als er één iemand zo ver in de schulden komt en dat er een deurwaarder langskomt. In principe kan die alles meenemen. In de praktijk hebben we dat gelukkig nog nooit gehoord. Omdat, ja, ik vermoed omdat de meeste gerechtsdeurwaarders genoeg gezond verstand hebben om zo'n situatie in te schatten en ook te zien dat daar meerdere mensen hun, ja, hun eigen kamer hebben en zo verder. Maar toch, om als je ook maar enigszins denkt dat die mogelijkheid zich zou kunnen voordoen, maak dan een inventaris, hè. Maak een inboedelbeschrijving waarop dat staat: kijk, kamer A, dat is alles wat daarin zit, is van Annick. Kamer B, alles wat daarin staat, is van Boris. Maar we hebben ook nog gemeenschappelijke ruimtes. Bijvoorbeeld de woonkamer, al de tv is van Annick, en zo verder. En hou van duurdere aankopen uw facturen bij. Dan zet je toch al vrij goed ingedekt. Maar ik zeg, ik heb het dus in de praktijk nog niet meegemaakt dat het zo ver is gegaan dat dan een deurwaarder dat effectief doet. Voilà, dan is het tijd voor vragen. Ondertussen heeft al iemand een vraag. Ja, dat klopt wel. Als je inderdaad in de situatie zit van een eigenaar die verhuurt, dan is samen op die brandverzekering komen wel minder evident, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus dan gaat je inderdaad eens best naar een verzekeringsmakelaar, misschien dezelfde als een eigenaar, om te horen hoe dat je je best kunt indekken. Ja. De rest is stil, je mocht je micro opzetten nu. Ofwel was het heel duidelijk, ofwel is iedereen in slaap gevallen, maar anders hoor ik graag nog een aantal vragen. Eline, je hebt een vraagje, maar ik snap het niet helemaal. Wat als een eigenaar kotstudenten in huis wilt nemen, is dat wat je... Ja, klopt. Dus ik ken iemand die een woning ook heeft in Gent. Een groot huis, maar woont daar binnenkort alleen in. En wil eigenlijk heel graag ja, dus die woning niet onderbenut laten. En wil dat door kotstudenten laten invullen. Maar hoort er daar ook een belangrijke ja, wetgeving rond of zo? Of hoe zit dat juist? Ja, zeker in Gent en Leuven zijn ze daar inderdaad, hebben ze daar specifieke wetgeving rond. Ik heb dat nog niet vernoemd, maar in Gent heet dat het hospita wonen. En dat geeft eigenlijk iedereen de mogelijkheid om één kamer te verhuren aan aan iemand anders. Voor koten zijn er heel, ja, zijn er, als je echt meerdere koten, zijn er echt strenge regels en dan moet je eigenlijk al naar een kamerwoning kijken of dat je daar vergund zou kijken. Maar één iemand is normaal toegelaten. Ik denk in dat kamer wonen dat je daar zelf ook niet mocht inwonen dan in dat huis. Ja. Ergens. Meestal een kamerwoning zijn echt alleen kamers, hè. Dus inderdaad, een eensgezinswoning in combinatie met kamers, dat is wel lastig, ja. Ja. Nee, oké, dat is goed, maar ik ga doorverwijzen naar het hospitaal wonen dan. Ja. Oké, merci. Ja, alsjeblieft.
En nog één die dat ik heb onvernoemd gelaten, omdat het zo specifiek is, maar misschien voor sommige mensen wel van toepassing is. Je hebt ook nog zorgwonen. Een zorgwonen kan binnen een eensgezinswoning indien één van de bewoners 65 plus of zorgbehoevend is. En dan kan je eigenlijk een extra, dat heet dan een ondergeschikte wooneenheid, maken. Het grote voordeel is dat je dan ook in de burgerlijke stand op hetzelfde adres, maar toch apart staat ingeschreven. Dus je bent dan niet samen, niet feitelijk samenwonend met elkaar. Dus ook geen problemen met allerlei uitkeringen. En je moet daar enkel een melding voor doen. En dat zeg ik een beetje ironisch, want die melding is nog niet zo eenvoudig. Je moet de schetsen bij van de woning en zo verder. Maar dan kan je dus aan zorgwonen doen. Dus dat is nog specifiek. Oké. Ik had nog een vraagje. Ja, zeg maar. Wel, ergens verdergaand op Eline, haar vraag. Dat hospita wonen, ik hoorde zeggen dat dat enkel wetgeving is in Leuven en Gent. Niet daarbuiten dan? Of... Nee, klopt. Oké. Ja. Dus dat Dus iemand die zorgwonen een wel. huis ergens, ja, een kamer over heeft en ook ergens dichtbij een campus zit, maar die niet binnen die twee steden valt, kan niet aan hospita wonen doen. Nee. Nee. Nee, dat is echt een eigen regeling dat ze hebben gemaakt. Ja, oké. Ja. Dus dat is niks. Ja. Ik had ook nog een ander vraagje, of dat er hier mogelijk ja, tips of zo zijn. Ik ben zelf alleenstaande en ik heb een zoontje in co-ouderschap. Maar als ik zo de zoekertjes en zo bekijk, is het principe van huisdelen voor iemand met ja, een kind wel al veel complexer, lijkt mij. Ik weet niet of er daar ja, misschien nog specifiekere groepen of zo voor zijn. En hoe bedoel je complexer? Gewoon dat het moeilijker is om iets te vinden, Ja, ja. ja. Of dat, well, ja, dat er Ja, complexer het wordt wel lijkt. vaak gedaan, vaak. Het komt echt wel voor dat mensen, alleenstaande ouders met kinderen samen huizen. Ja. Ik denk dat er vorige week nog een zoekertje is gepasseerd eigenlijk op onze website van eigenlijk iemand die specifiek waar dat een alleenstaande moeder vertrekt, omdat ze een relatie heeft ondertussen. En die opnieuw op zoek is naar iemand met een kindje. Ja. Dus het gebeurt echt wel. Ja. Maar het klopt wel dat hoewel het aan het verschuiven is, maar eigenlijk waren heel veel huisdelers, of de grootste hoop, waren jonge twintigers. En ja, die zitten vaak niet te wachten op iemand met een kindje. Maar dat is wel aan het verschuiven. We zien dat echt wel meer en meer Ja. oudere mensen en ook met kindjes erbij. Ja. Oké. Ja. Dank u. Voor waar is het, Ellen? In welke stad of gemeente of ben je op zoek? Ja, regio Gent. Ik woon momenteel zelf in Oosterzele. Ja. Ja, mijn scope is zo rond het Gentse. Ja, je hebt onze zoekertjes, maar je hebt dus ook een hele actieve Facebookgroep, Samenhuizen en Cohousing Gent, Ja. waar dat heel die kent je al. Ja, ik heb me Ja, daar lid en van gemaakt. daar passeren toch ook wel, denk ik Ja. nu, een beetje eigen aan de populariteit in die grote steden, is dat zeker bestaande huizen, als die iemand nieuw zoeken, die kunnen soms kiezen uit 20 of 30 kandidaten, Ja. hè. Dus dat is wel een lastige. Dus ja, zelf een goed zoekertje maken dat je u aanbiedt, dat helpt soms ook al wel. Ja, Ja. mezelf. Ja, Uzelf in de markt verkopen zetten. zeggen. Ja, oké. Ja. Ja. Sava, dank je wel. Voilà. Goed. Dan ga ik alvast een vraag. Ah nee, het is niet waar. Ik ga nog geen vraag stellen. Ik ga al even reclame maken voor onze wegwijzers. Die zitten misschien een beetje verstopt op onze site nu, maar die zijn wel eigenlijk een heel grote schat van informatie rond de verschillende types van gemeenschappelijk wonen. We hebben ook een aparte wegwijzer rond huisdelen. En daar die vind je dus
op onze website en daar ja, staat alles nog eens beknopt uitgelegd eigenlijk, wat we hier hebben overlopen en nog veel meer tips en praktische dingen. Maar ik ga jullie nog wel vragen voordat iedereen wegloopt, om even een eerste cijfer te geven, score te geven aan dit webinar. Dat is leuk voor ons dat we een idee krijgen van wat dat jullie ervan vonden. Maar jullie krijgen nog een bevraging samen met de presentatie, ook via de mail hoor. Maar dan hebben wij al een eerste feedback hoe dat het was voor jullie. Roland, er is nog een vraag over: zijn er veel nadelen verbonden aan een niet geregistreerd contract of voordelen? In de chat gekomen. Ja, eigenlijk moeten wij ons aan de wet houden en dan moet ik zeggen, ja, eigenlijk moet je contracten registreren. Dat is een wettelijke verplichting. Het voordeel is ook de rechtszekerheid als huurder. Als het geregistreerd is, dan, ja, dan sta je sterker in je schoenen, hè. Nadelen, het enige nadeel. Nee, dat is er eigenlijk geen. Dat is iemand die eigenaar is en die daar nog een deel verhuurt dan. Die moet wel die inkomsten ook aangeven in zijn belastingaangifte. Maar die zijn in principe onbelast, omdat verhuur aan particulieren onbelast is tot nu toe. Dus dat is eigenlijk ook geen echt nadeel. Dus nee, ik zou dat gewoon registreren eigenlijk. Het is ook gratis, dus ik zie niet in waarom dat je het niet zou doen. Dank jullie wel voor de feedback. Van iedereen geslaagd, dus dat is mooi. Dank jullie wel daarvoor. Blijft toch altijd een beetje raar, zo'n webinar, om zo in een lege zaal, je ziet niemand, om daar zo tegen te praten. Maar ik hoop dat het duidelijk was en dat je daar iets aan gehad hebt. Weet dat je bij ons altijd kan aankloppen voor zeg het, waar je een modelcontract kan vinden of zo'n medehuurpact of een modelbrief voor de mutualiteit. Dat kunnen we je altijd bezorgen. Dus gewoon een mailtje naar info@samenhuizen of via onze website het contactformulier invullen. Dan helpen wij je graag verder. Voilà, ik ga het officiële webinar nu afsluiten. En dan de mensen die nog even willen blijven hangen en nog vragen hebben, die zijn welkom. En alle anderen nog een fijne avond. En dankjewel dat je erbij was.